Hans van Riet en Laura ten Barga van Oost zijn net terug van een weekje in Gambia. Hoe begon het? I'm just a man, but I do what I can. Said I'm spreading the message of the inspired ones. And I travel the land cause I could understand how I fit into the master plan. I'm coming to the Gambia, that's where I'm spending my days. Collaborating with the youth and all the way in the Gambia, that's where the tourists play. But that's the modern day. What about the history of exploitation and the occupation and the subjugation of the population? Is the same situation right across the nation and across the world with the globalization? Is the colonization of the modern day age using economics not to create the slaves? Is the colonization of the modern day age making sure the rich get paid? Oost is een samenwerking tussen de Twente Dakar Foundation en de Travel Health Clinic, die sinds mei 2014 samen opgaan voor de mensen in Gambia. Ja, wij zijn terug uit Gambia. We zijn de hele week daar geweest. We hebben daar ziekenhuizen bezocht. We hebben daar scholen bezocht. We hebben daar een ambulance overgedragen naar aan de Werenghara Community Clinic. Die ambulance hebben wij ontvangen via de Twentse Wensambulance. Ze hadden zo'n ding nodig, want de Werenghara die doet ook bevallingen. En bij complicaties moest er direct vervoer zijn naar een groter ziekenhuis in Sierra Kunda. En zolang als er geen ambulance was, mochten er dus geen bevallingen plaatsvinden. En nu er een ambulance is, wordt er ook gewoon keihard gezegd door hun van u redt levens hiermee. Wij zijn in Broefvoet, in een dorpskliniek, ondersteunen wij met medicijnen, raad en daad. En steunen wij een nieuw te bouwen oogkliniek. Daarvoor hebben wij een oogmicroscoop verscheept afgelopen september met de ambulance. En daar zullen TZT nog meer materialen beschikbaar voor worden gesteld. En dokter Baks, verbonden aan het ZGT, die gaat volgend voorjaar hoogwaarschijnlijk opereren aan de staaroperaties uitvoeren in de nieuwe kliniek. Naast de meubilair voor verschillende scholen hebben wij dit jaar ook 10 dozen met wielerkleding verscheept naar Gambia. Ja. Wij kwamen eraan doordat wij in contact zijn gekomen met de tourvereniging Ruiten 3. Zij hadden een inzameling gehouden onder de leden voor een Afrikaans project. Dat zou dan richting Zuid-Afrika gaan. Maar door de contacten van oost.nl zijn wij in contact gekomen met de Gambian Cycle Association, oftewel de Gambiaanse Fietsbond. En daar hebben wij namens Ruiten 3 de kleding overgedragen. En waar zij dus nu gebruik gaan maken van de kleding om het fietsen binnen Gambia te promoten. Are you happy? Yes! Are you happy? Yes! Yes.